Lemon TV wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Klaver Kortwijk. Ja, Lorenzo, je eerste 90 minuten voor FC Emmen in de Eredivisie zitten erop. Je eerste gevoel daarover? Ja, de verloop van de wedstrijd was wel goed. Alleen bij die goal, dan zag ik, daar haal je toch een slecht gevoel over. Ondanks je toch van alle kanten hebt gehoord dat je toch wel een redelijke pot hebt gezet. Maar ja, zoals je ziet, voor de verdedigers één fout is fataal. Neem je dat ook gelijk op je dan? Juist? Ja, zeker. Omdat ook gewoon mijn directe tegenstander heeft gescoord. En ik ben direct naar binnen gegaan, heb de beelden gekeken. En toen, ja, ik wist eigenlijk al vanaf het moment toen hij diep ging, wist ik al dat mijn fout was. Vind ik knap van je dat je dat dan ook gewoon durft te zeggen ook? Ja, maar zo hoort het ook in het voetballerij, denk ik. Je moet ook kunnen zien wanneer je goed speelt en wanneer je slecht speelt. En met name de slechte dingen die moet je gaan bestuderen, kijken wat je fout hebt gedaan. Zo denk ik dat je een beter speler wordt. Als je alleen de goede dingen gaat zien, dan blijf je die fouten eigenlijk maken. Terwijl je blijft altijd zelfkritisch, denk ik. En het ontwikkelen blijft er altijd in zitten. Ja. Toen je de beelden juist terugzag, zag je gelijk van dit had ik anders moeten doen. Of ik had met hem mee moeten lopen. Ja, tuurlijk. Of ik had met hem mee moeten lopen of ik had Nick Bakker naast me moeten coachen dat hij diep gaat. En dan weet je dat voor de volgende keer. Zijn dat misschien ook met Bakker? Dus zijn dat misschien punten waar je nog op moet werken? Want je kent elkaar natuurlijk nog maar 4-5 weken. Nee, dat is gewoon, heeft gewoon te maken met communicatie. En ja, daarvoor hoef je niet iemand heel goed te kennen. Om even te zeggen, hij gaat diep. Nee, weet je? Dat kan heel makkelijk kan in heel het makkelijk. Veld gebeuren. Ja, inderdaad, dat kan heel makkelijk. Je hebt wel 90 minuten gespeeld, dus dat is denk ik wel heel fijn. Ook voor jouzelf, dat je hier in de basis stond. Had je dat verwacht, dat je in de basis zou staan? Ja, de voorbereiding voor mijn gevoel die ging een beetje stroefjes. We hebben lichte klachten ook. En ja, pas bij Creta, de laatste thuiswedstrijd, begon ik in de basis 11. Dus toen dacht ik van, misschien gaat de goede kant op. Misschien zit er toch wel een basisplekje erin. En ja, in de week van de voorbereiding van de eerste competitie zag ik dat ik basis ging spelen. En daar is het toch wel een opluchting. Omdat je zoveel, ik ben met het doel naar hier toe gekomen zoveel mogelijk wedstrijden te spelen en mezelf te laten zien. Heb je ook leuke reacties gekregen dan, ondanks de 0-1 nederlaag? Ja, gewoon standaard altijd van mijn moeder. En die is ook heel kritisch. Het is wel belangrijk. Van mijn moeder. Gewoon vrienden. Die hebben gezegd, heb je gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Alleen tot dat ene momentje. Dat is misschien ook wel het meest zure. Dat je juist echt, dat jullie met z'n allen natuurlijk gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld. Maar dat je juist in die laatste 2 minuten de bal tegenkrijgt op een hele ongelukkige manier. Of hij maakt hem mooi af, kun je ook zeggen. Maar inderdaad, wat jij zegt, ik had het beter moeten doen in zo'n situatie. Ja. Klopt. We gaan naar Amsterdam toe. Je kent Amsterdam wel goed, want je komt daar natuurlijk vandaan. Heb je daar nog wat met jongens gesprekken? Of zeg je eigenlijk spreek ik echt niemand meer na de tijd dat ik naar Groningen ben geweest, Excelsior natuurlijk. Ja, ik heb wel met jongens gesprekken, maar die spelen nu echt niet meer bij Ajax. Bijvoorbeeld met Ruben Legion heb ik hele goede contact mee. Maar voor de rest, nee. Denk je nog dat jij een aandeel hierin kan hebben? Omdat je wel weet, je hebt de speelstijl gekend natuurlijk van Ajax. Ja. Dat is natuurlijk niet echt veranderd in de loop der jaren. Want ze spelen, denk ik, dat is natuurlijk hetzelfde hoe ze in de opleiding de kinderen het leren. Denk je dat je daar een aandeel in kan hebben om de jongens hier wat meer informatie over te geven? Ja, dat zou best wel kunnen. Maar ik denk dat als je vorig seizoen heel goed hebt gekeken naar Ajax, dan denk ik dat je niks meer hoeft te zeggen, want is een speelwijze heel duidelijk. Is duidelijk voor iedereen. Met name de prestaties wat ze hebben neergelegd. Denk ik toch wel dat ze zichzelf weer op de kaart hebben gezet. Maar we zitten in een nieuw seizoen. Spelers zijn daar weggegaan, nieuwe spelers zijn gekomen. Dus die hebben ook aanpassingen nodig. Die hebben ook de tijd nodig, net als hoe wij nieuwe spelers hebben. Die hebben ook de tijd nodig om hun speelstijl te leren. Dus hopelijk er zitten wel wat moois in zaterdag. En hoe staan jullie daar dan in zo'n wedstrijd? Want het is natuurlijk op papier een ontzettend lastige wedstrijd. Dat heb je vorig seizoen gezien, ook uit en thuis. Ook voor een club zoals Emmen. De eerste ronde, Vitesse speelt tegen ze en ze halen een gelijk spel. En dat zag je bij meerdere topclubs, dat die nog niet echt in vorm zijn. Kun je daar misschien wat uithalen? Ja, daar kan je zeker wat uithalen. Ook de manier hoe hun tegen Ajax speelde, als je kijkt naar PAOK.
hoe hun de eerste kwartier werden ze volledig weggetikt. Ja. Maar daarna zag je dat ze meer in duels kwamen, fysiek contact gingen zoeken. En dan zag je dat Ajax het wel moeilijk heeft. Maar in zo'n kwartier inderdaad laten ze ook echt alles varen. Ja. Tegen PAOK bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat je daar, kan je daar misschien nog een beetje op hameren misschien. Ja, zeker. Ik denk dat het belangrijk is dat wij niet te vroeg een tegenkomen te krijgen. Dat is het meest belangrijk om zolang ja, die 0-0 wellicht op ja, de zolang de 0-0 daar is, worden hun toch ook zenuwachtig. Gaan hun ook toch onnodige risico's misschien nemen. En valt er misschien toch wel ruimte voor ons, waardoor wij eruit kunnen counteren of een goaltje kunnen meepikken. En dan ja. En het is in de arena, dus het publiek dat zal natuurlijk op een gegeven moment ook denken van als het op 0-0 staat. Ja, precies. En wij moeten naar daartoe, dus de publiek verwacht sowieso dat het een walk-over wordt. Maar dat gaat niet gebeuren. Als het aan mij ligt, dan gaat het echt niet gebeuren. Dus nee, het wordt aan onze kant wordt het zeker een mooie pot. En ook misschien waar wij onze voordeel uit kunnen halen is dat hun nog een belangrijke wedstrijd hebben te spelen daarna. Dus hun zullen ook kunnen achterop denken van misschien moet ik nu maar even niet 100% geven, maar iets minder, omdat ik toch er komt toch nog een belangrijke wedstrijd aan. Want voor hun is Champions League ook echt heel erg belangrijk. Moeten ze halen natuurlijk. Moeten ze halen, ja. Dus eigenlijk wat we zeggen, geen walkover. Nee. Verdedigend zo lang die nul blijven houden. Ja. En kijken waar je kansjes kan pikken. Ja, precies. CM en TV wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Klaver, Kortwijk.